welkom bij deze nieuwe video. Ik weet niet of het gelijk opvalt, vast niet, maar ik heb een aantal upgrades nou hier in mijn studio. Ik heb twee lichten erbij. Ik heb één licht achter mij die mijn achtergrond wat lichter maakt. Die schijnt hier. Mijn achtergrond was altijd een beetje dof, een beetje grijs, omdat er daar geen licht scheen. Dus nou heb ik hier wat meer licht. Ook heb ik een licht daar staan die op mij schijnt. Dus ik heb nou ook licht vanuit hier. Dus dat is ook top. En ik heb een paar nieuwe achtergrondkleuren. Die heb ik vandaag niet gebruikt. Ik ging vandaag gewoon weer voor wit. Maar die zullen binnenkort ook verschijnen op mijn kanaal. Mijn doel is om uiteindelijk bij elke video een andere achtergrond te kunnen gebruiken. Want dat is ook leuk, een beetje qua afwisseling. En ik had ook een aantal problemen met mijn camera lenzen, want er scheen een soort van witte waas overheen of zo, waardoor je mij een beetje vaag zag. Daar heb ik een aantal reacties over gehad. Dus ik kan allemaal mijn lenzen schoonmaken en het lukte maar niet. Maar toen kwam ik erachter dat het dus achter op de lens zat. Dus nou heb ik het daar schoongemaakt en nou is het gewoon weer mooi en scherp. Maar goed, vandaag ga ik weer make-up proberen. Ik heb weer allemaal verschillende make-upjes, helemaal nieuw, nog nooit gebruikt. En die ga ik vandaag aanbrengen en we gaan weer zien wat ik ervan vind. En of er nog een paar goede producten bij zitten en wat echt heel slecht is. En ja, ik ga weer gewoon vertellen wat ik overal van vind. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met de ogen. Ik heb een heel betaalbaar oogschaduwpaletje die ik wil gaan gebruiken. En heel enthousiast over ben. Want het heeft een beetje een aparte look. Van Technique Cosmetics heb ik hier het Glam Rock paletje. Ik vind het een hele leuke verpakking. Wel een beetje cheap ass, maar het is ook niet een heel duur paletje. En je kunt hem zo openmaken als een boek. En dan heb je hier een van die aparte kleine vormpjes, alle kleuren. Ik weet niet echt wat ik ervan vind. Ik vind het een beetje kinderlijk, maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk. Ik vind de kleuren wel heel mooi. Er zijn een paar pressed glitters in, een paar normale glanzende kleuren en een aantal matte kleuren. Dus hiermee kun je een aantal vooral neutrale looks maken. Het zijn vooral een beetje bruinige looks met hier twee kleuren die wel een beetje wat heftiger zijn. Een blauwe en een roze. Dus hier ga ik eventjes iets mee maken. En ik ga zien wat ik hiervan vind. We gaan even inzoomen. Ik ga mijn ogen primen met de Colourpop Concealer in de kleur Light 16. En dan doe ik er ook een klein beetje poeder op. Ik heb dit paletje gehad in PR van hun zelf. Maar ik weet dat hij hier ook gewoon te koop is bij Pussy Shop. Ik ga denk ik gewoon een beetje voor een neutrale, bruine, glittery make-up look. Ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur. Die heet Sandstorm. By the way, ik heb korte nagels. Oh my god, dat heb ik echt nooit. Let niet op dit. Dit hier is make-up. Maar ik heb echt nooit korte acryl nagels. Echt nooit. Oh, er is wel echt gelijk heel veel fallout. Kijk, ik ben er echt een beetje in gegaan en er komt gelijk overal poeder. Maar goed, deze kleur ga ik aanbrengen met deze grote fluffy kwast uit mijn ogenkwasten set. Ga ik deze kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik wil best wel gaan voor een beetje een heftige cat eye smoky eye. Dan pak ik de donkere bruine kleur, die heet Brown Sugar. En met mijn platte fluffy kwast ga ik die aanbrengen in mijn buitenste ooghoek. En dan breng ik hem ook een beetje zo door in mijn arcadeboog. Oh, hij brengt een beetje paars aan ofzo. Terwijl in het paletje is hij wel gewoon echt bruin. Tenminste, zo vind ik hem eruit zien. Maar hier is hij toch een beetje meer paarsbruin. Oké, dat is apart. En dan pak ik weer mijn grote fluffy kwast. En dan ga ik alles een beetje zo blenden in mijn arcadeboog en een beetje naar buiten. Nou, ik moet zeggen, deze kleur is wel mooi, maar hij brengt een beetje patchy aan. Kijk hier, je kunt het echt zien. Hier ook een klein beetje. Nou, ik ging voor bruin, maar het is meer paars. Oké, nou, we just gonna work with it. Pak weer een beetje van die bruine lichte kleur. En daarmee ga ik er een beetje overheen om het misschien toch iets meer bruin te maken ofzo. Ik weet niet of het echt nut gaat hebben, maar whatever. Kijk de poeder die hiervan afkomt, jongens. Dan pak ik deze bruine glanzende kleur, die heet Gold Digger. Dan pak ik een platte kwast en MAC Fix Plus om hem een beetje nat te maken. En dan breng ik die kleur aan over mijn hele ooglid. Hij pakt wel gewoon lekker veel kleur. Dat vind ik wel fijn, want dan hoef ik het niet in met mijn vinger. Dit is echt een hele mooie kleur. Zo, en de pressed glitters wil ik ook gebruiken. Dus ik ga eerst beginnen met de echte gouden kleur. En die heet 24K Magic. En ziet er echt prachtig uit. Ik pak gewoon een beetje met mijn vinger. Dit is dan de kleur. En dan breng ik hem gewoon zo een beetje aan over mijn hele ooglid. Wauw, super mooi. Ik ben zo blij. Deze pressed glitter formule is nou best wel vaak in paletjes. En ik ben er echt best wel blij mee. Want ik vind het altijd echt super mooi.
Hij voelt een beetje aan als een gel. Dus het is niet echt een echte pressed glitter. Maar een beetje een gel formule. Wauw, ik vind het echt zo mooi. En dan wil ik nog een andere pressed glitter gebruiken. En die heet Glitterball. Ook die kleur is echt super mooi. En die wil ik denk ik gewoon een klein beetje op aanbrengen of zo. Even zien of dat gewoon kan of dat die gewoon pakt. Nothing too much. Ja, je kunt hem wel een heel klein beetje zien. Niet heel veel, maar... een heel klein beetje. Iedereen die van glitter houdt, gaat hier zo happy mee zijn. Ik ben hier een beetje te hoog gegaan, oh my god. En dan pak ik ook nog de Silver Pressed Glitter. Ik ga er echt helemaal voor. Die heet Razzle Dazzle. En dan ga ik zien of ik die aan kan brengen met een kwast. Met een kleine ronde kwast. Ja, op zich lukt dat wel, I think. En die breng ik een beetje aan zo hier in het begin. En dan blend ik het in met de andere kleuren. Ja, je kunt het ook echt aanbrengen gewoon... met de kwast. Dan pak ik de zwarte kleur. Die is niet mat. Er zit een hele lichte glans doorheen. En die heet Back to Black. En die ga ik dan een beetje zo smudgen op mijn wimperrand. Zo, nou dat ging ook echt prima. Oh mijn god, echt glitter overal. Even de fallout een beetje weghalen. Dan heb ik hier ook een mascara nieuw van W7. Dit is de I Love Hypoallergenic mascara. Ik weet niet of je het zo goed zegt. Dit is dus een mascara gericht op alle gevoelige ogen. En dat sprak mij wel aan. Niet omdat ik per se hele gevoelige ogen heb. Maar omdat het gewoon een ander soort type mascara is. Dus ja, iedereen met gevoelige ogen. Misschien is dit iets voor jullie. Het is ook heel betaalbaar. En dit is dan hoe die eruit ziet. Dan ga ik die gewoon een beetje aanbrengen. Ik vind hem niet echt heel veel doen. Ik zie niet echt verschil. Ik heb die gedaan en die niet. Ik weet niet of er iemand echt verschil ziet, maar ik er niet echt per se. Ik heb niks nieuws qua nep wimpers, dus ik ga voor mijn Tati wimpers in de stijl TL5. In principe, ik heb die nog nooit opgedaan, dus ze zijn wel soort van nieuw. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, dan ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik heb niks nieuws qua primer, dus ik gebruik gewoon weer mijn Hydra Matte Primer. Ik weet weer niet welk merk dit is, maar ik zet het in de beschrijving. Dan heb ik hier een nieuw, de Nabla Foundation Close-Up Foundation. Die is €20 te koop bij de Boozy Shop, maar ik had hem in de sale voor maar €10. Ik heb hem hier in de kleur M30. En ik heb gewoon echt weer die kleur gegokt. En ik hoop dat die een beetje matcht met mijn huidskleur. Het flesje is echt super klein. Maar er zit wel gewoon 30 milliliter in. En dat is in principe normaal voor een foundation. Ik heb hier de Revolution Conceal and Define. En hier zit maar 23 milliliter in. En die is een stuk groter. Dus je krijgt wel best wel veel. Dus laat je niet afschrikken door de kleine verpakking. Er staat op Weightless Soft Focus Perfect Complexion. Dus een lichte foundation. Nou, ik ben benieuwd. Ik doe hem wel even eerst schudden natuurlijk. En ik breng hem aan met mijn beauty blender. Ik heb by the way weer zelf bruiner op, like always. Dus ik had ook een beetje een donkerdere kleur gepakt dan normaal. Maar ja, ik heb nou echt altijd zelf bruiner op. Dus dit is nou gewoon mijn huidskleur voortaan. Dat ziet er op zich wel oké uit. Oh, zo ziet de verpakking eruit. Je moet hem er gewoon zo uit persen. Nou, de kleur is op zich goed. Misschien is hier nog een tikkie te licht, maar op zich kan ik wel meewerken. Hij doet me echt denken aan de Benefit Hello Happy Foundation, maar iets meer dekking. Hij heeft een medium dekking en ja, ik vind hem echt wel mooi. Hij is inderdaad echt lichtgewicht. Je voelt hem echt niet zitten. Dat is echt top. Ik denk echt dat de gemiddelde persoon hier echt heel happy mee gaat zijn, want hij voelt gewoon fijn aan. Hij dekt ook gewoon mooi en het is niet too much. Hij is niet echt mat. Het is een beetje ook een naturel finish. Dus ik vind dit een hele goede everyday foundation. Dan iets wat echt net nieuw is. Ik heb het ook net pas één dag gehad en dat zijn de nieuwe Benefit Concealers. Dit is hun eerste normale concealer. Die andere was zo'n cream. En dit is gewoon zo'n liquid met een applicator. Ik was gisteren bij hun event. En toen heb ik hem gehad. Ik heb hem in kleur 5 en kleur 6. Even zien welke kleur gaat matchen. Het is een volledig dekkende concealer. En hun claim is dat hij niet dikkig aan gaat voelen op je gezicht. No cake, dat is ook wat erop staat. En hij moet gewoon volledig dekken, maar nog wel mooi erop blijven zitten. Dus ik denk dat ik gewoon ga voor kleur 5. En ik hou van concealers met veel dekking, want dat is altijd wat ik wil. Zo ziet hij eruit. Echt super cute. Zo net zo'n potloodje. I really like it.
Ik zal ze even allebei wel swatchen op mijn hand. Dit zijn de twee kleuren. Hier is 5 en hier is 6. Ik vind 5 iets meer gelig en die andere is meer rozig. Dus ik ga zeker voor 5. En je kunt het gewoon zo makkelijk aanbrengen met de applicator. Ik breng niet te veel aan omdat hij dus echt zoveel dekt. Maar op zich, hij voelt niet dik aan. Nu ik hem zo aanbreng, bij sommige concealers heb je echt iets van, ja, echt heel dik. Ben je er weer, zie je. Morgen op inslagje. Oh, lekker. Voor mijn beetje zijn met kaas. Oh, zie, moeten we wel kaas hebben, zie je. Misschien je model wat niet, man. Ja, ik wil spaghetti met kaas. Ja, ik ook. Oh mijn god, mensen, deze concealer. Hij dekt echt prachtig. De kleur is ook echt perfect voor mij. Kleur 5. En hij voelt zo licht aan op de huid. Hij matcht ook heel mooi met de foundation. Ze gaan mooi in elkaar over. Ze lijken ook een heel klein beetje op elkaar qua vloeibaarheid. Het is gewoon alsof ze zo mooi in elkaar smelten. En I really like it. Oh mijn god, de claims zijn gewoon echt waar. Gewoon af en toe heb ik iets van, ja, dan zie ik zo al die claims. En dan heb ik iets van, ja... Whatever, het zal allemaal wel. Maar het doet echt wat hij zegt. Hij is totaal niet dik op mijn huid. Hij heeft ook een natural finish, zoals je kunt zien. Want je kunt nog een beetje glans zien en zo. I like it. Ik ga even afpoederen. Qua poeders heb ik niks nieuws, sorry. Dus ik gebruik mijn Biotulin Hydrolon poeder. Dan even snel contouren met deze contourkleur. En dan breng ik ook weer mijn Benefit Hello Flawless Pressed Poeder aan in de kleur I Love Me Ivory. En dan een beetje MAC Fix Plus. Dan ga ik even mijn ogen afmaken. Ik doe eerst een goud oogpotlood in mijn waterlijn van Revolution Pro. Welke kleur is dit? Er staat geen kleur op. Ja, gold is gewoon de kleur. Die is er by the way ook nieuw. Ik heb hem al wel echt wel even, maar nog nooit gebruikt. Ik vind hem niet zo. Hij blijft niet echt heel goed zitten op de waterlijn. En hij is ook niet echt heel fel goud. Hij springt er niet echt uit. Dus ja, nee. Dan ga ik deze bruine kleur mixen met de donkerbruine kleur. Oftewel paarse kleur. En die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan een beetje mascara op de onderste wimpers. Dan pak ik nog de mooie witte glanzende kleur. Die heet Angel Eyes. En die ga ik nog aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Die is een beetje zilver met een roze shift erdoorheen. Nou, ik heb bekend het hele paletje gebruikt. Ik heb echt gewoon 1, 2, 3, 4, 8 kleuren gebruikt. Dat is veel. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Een beetje kleur, dimensie terugbrengen in mijn gezicht. En laten lijken alsof ik net terugkom van de zon. Ik ga de Technique Sunset Strip paletje gebruiken. Hier zit een bronzer in en een highlighter. Maar ik ga voor de bronzer. Dit zijn dan de twee kleuren. De highlighter vind ik er wel mooi uitzien. Niet heel glitterig, heel glanzend. Dus het gaat een beetje een softie zijn. Maar de bronzer ziet er een beetje licht uit. Er zit wel een glans doorheen. Maar ik ben benieuwd. Ik ben niet echt van de glanzende bronzers. Ik ben meer van de matte bronzers. Omdat een glans echt al je huidstructuur altijd laat zien. Nou, ik moet zeggen, de kleur is op zich wel mooi. Op mijn hand was hij een beetje moi. Maar ik vind de glans niet zo mooi. Ik zie de glans wel echt. Dat vind ik dan iets minder. Maar de kleur is op zich wel mooi. Ik vind het oprecht best mooi. Ik had dat zo niet gedacht. Toen ik die swatch deed op mijn hand, ik dacht echt, ik ga het gewoon aanbrengen en ik zie wel. Als je van glanzende bronzers houdt, ga je hem mooi vinden. Ik vind het een mooie glanzende bronzer. Ik persoonlijk hou gewoon niet van glans, maar als je ervan houdt, dan vind je hem zeker mooi. De kleur is ook mooi. I like it. Dan ga ik ook de highlighter aanbrengen. Hopelijk is die ook mooi. Oh wauw, ook heel mooi. Het is geen hele heftige glow, maar ook niet echt heel soft. Het is een beetje een everyday glow. Oké, dit had ik ook echt niet verwacht. Oh my god, kijk die glow hoe mooi. Nou, dit paletje is echt indrukwekkend. Ik had het echt niet verwacht. Dan ook een beetje aanbrengen op mijn neus. Ik besef me net, ik heb helemaal geen blush aangebracht. Ik heb nou de glow aangebracht voor de blush. Oké, nou ik ga alsnog een blush aanbrengen. Ik heb hier van Sleek een blush in de kleur Life's a Peach. Een beetje een oranje peachy kleur. Hij is gewoon mat. Hij doet me denken aan MAC Peaches, maar dan een stuk goedkoper. Hij is wel gelijk heftig. Maar de kleur vind ik heel mooi.
Oh, mooi. Het is wel echt veel. Ik heb hier echt way too much aangebracht. Hier iets minder. Het is een hele mooie. Het is een beetje meer een oranje kleur dan roze. Dan ga ik de glow weer even opnieuw aanbrengen. Technique Cosmetics heb ik ook een heleboel lipglossjes gehad. Waarvan ik er ook een aantal ga opdoen of eentje op ga doen. Maar ik ga ze wel even allemaal swatchen. Hebben ze naam Super Shine Lip Gloss. En dit zijn alle kleuren. Een beetje allemaal rozige kleuren. Nou, dit zijn dan alle kleuren geswatcht. Het zijn alle 5 echt glossjes. En op zich wel echt alle 5 anders. Zo in de verpakking oogden ze allemaal een beetje de same. Maar er is toch wel echt een verschil. Nou, dit zijn dan alle 5 de kleuren. We beginnen van boven naar beneden. De bovenste kleur is een glanzende kleur met glitter. En een beetje roodachtig. En die heet Paris. De kleur eronder is ook rood, maar zonder een glitter. En die heet Melbourne. De kleur eronder is meer rozerood. En die heeft wel glitters. En die heet Marrakesh. De kleur eronder is een beetje een grijs. Maar het is een beetje een hele licht doorschijnende gloss. Hij heeft niet echt heel veel kleur. En dat is de kleur Venice. En de laagste kleur, de onderste kleur, dat is een hele licht roze kleur. Ook zonder glitter. En die heet San Diego. Nou, als je me al een tijd volgt, weet je, ik hou van lipglossjes. Vind ik echt geweldig. Dus ik ga even kijken welke kleur ik ga opdoen. Ik moet sowieso wel er iets onder doen. Dus ik gebruik mijn Jeffree Star Matte Liquid Lipstick in de kleur Celebrity Skin. En dan ga ik voor de donkerste glitterglanskleur. Die heet Paris. Je moet hem best wel echt een aantal keer aanbrengen om echt zo die gloss te krijgen die ik nou heb. Maar ja, dat maakt voor mij niet per se uit. Hij is ook niet heel duur. Dus ik ben bereid om een paar extra keer aan te brengen. Hij plakt ook niet. Dat vind ik ook heel fijn. Kijk. Het is wel een beetje een dikke formule. Dat is wel handig om te weten. Voor mij persoonlijk maakt dat ook niet uit. Want vaak blijven dat soort glossjes iets beter zitten. En dan als laatste nog nieuw van Makeup Obsession. Fit Fix Fixing Spray. Een extra hold make-up fixing spray. Dus hij zal je make-up er heel goed op moeten laten zitten. Dus deze ga ik ook even gebruiken. Nou, de spray is in principe echt top. Hij spreekt gewoon heel fijn. Nou, wat vinden we van de look? Qua kleuren is het best wel naturel. Maar qua glitters is het echt een full ooglook, full glam make-up look. Er zijn echt weer een heleboel producten die ik echt super vind en heel blij mee ben. En een aantal waarvan ik denk... Wat vond ik heel goed? Zeker de foundation en vooral de concealer. Deze twee zijn allebei super mooi. Ik raad ze ook allebei aan voor everyday en glam. Je kunt ermee doen wat je wilt. Ik zou vooral de foundation is echt geschikt voor elke dag. En de concealer in principe ook. Het is nou 8:00 in de avond. Dus ik kan niet echt een full day wear test doen. Maar ik ga deze allebei morgen ook opdoen. En dan zien of ze ook echt gewoon een beetje lang goed blijven zitten. En ik zet hieronder onder de video in de beschrijving nog of ze lang en goed blijven zitten. Dit paletje, ik ben ook echt een beetje in shock. Ik had het niet echt verwacht, maar ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind en de glow mooi en de bronzer mooi. Allebei top. Let wel op, ze zijn allebei glanzend. En de blush vind ik ook heel erg mooi. Ik vind het een mooie... peachy-achtige blush. Het is ook echt een peachy kleur. Vaak bij de meer betaalbare blushes die peachy zijn, zijn gewoon oranje. Hij is ook wel een beetje oranje. Ik vind hem meer oranje dan roze. Maar toch zie je wel een beetje roze erdoorheen. Dus het is echt wel een beetje een peachy kleur. Dus I really like it. De glossjes vind ik ook top. Ik vind het gewoon echt een hele fijne gloss. Ik moet wel zeggen, ik heb nou eentje opgedaan waar glitter doorheen zit. Deze heb ik nou op. Ik zie niet echt iets terug van de glitter. Het is wel gewoon een glans, maar niet echt een glitterglans. Dus ja, als je echt gaat voor een glittergloss, moet je die niet halen. Maar voor gewoon een mooie glans, I like it. De fixing spray heb ik nog niet echt een mening over. Dan moet ik hem echt nog vaker gebruiken. Maar hij spreekt wel echt super fijn. Dus dat vind ik al wel top. Wat vond ik iets minder? De mascara vond ik ronduit gewoon slecht. Hij doet echt niks voor mijn wimpers. Ik weet dat sommige mensen gewoon letterlijk geen mascara op kunnen omdat hun ogen gewoon te gevoelig zijn. Dus misschien voor die mensen gaat hij ideaal zijn omdat het toch wel een mascara is. Speciaal voor de gevoelige ogen. En dan heb je toch wel iets op. Maar voor mij werkt hij gewoon niet. En het oogschaduwpaletje... Ik ga toch zeggen dat ik hem niet echt per se aanraad. Ik vind de ooglook wel echt prachtig. En die glitters zijn echt
wauwie. En als ik er gewoon zo naar kijk, vind ik het heel erg mooi. Maar het is de kwaliteit die mij een beetje stoort. De matte kleuren zijn echt gewoon een beetje patchy en blenden niet echt heel makkelijk. Het kostte mij echt wat effort. En de glanzende kleuren, de glitterkleuren, zijn echt prachtig. Maar ze voelen een beetje cheap aan. Het voelt een klein beetje aan als kindermake-up. Dus dat is niet echt top. En vandaar dat ik het niet echt aanraad. Er zijn echt een heleboel andere make-up paletjes. Die ook dit soort kleuren hebben. En toch iets beter zijn qua kwaliteit. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet obvious niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook in beeld 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!